Deze beschouwing die gaat over moeders die hun kinderen kapot maken. Deze beschouwing komt naar aanleiding van een uitzending die Jesse Lee Peterson heeft gemaakt in Amerika. En daar is die genoemd Mothers Destroy Children. Jesse Lee Peterson is een neger. Die mag je ook gewoon neger noemen. Vindt hij niet erg. Hij noemt zichzelf niet Black African. Je moet hem ook niet Black African noemen. Hij is een Black American. Maar wij zeggen hier in Nederland niet Blacks. Whites en Blacks. Wij spreken van blanke en negers. Het beestje moet een naampje hebben. Bij blanken heet ook wel Caucasiërs. Ja, mag ook. Dat maakt mij niet uit. Bleekscheet is een beetje nare kreet. Jesse Lee Peterson neemt geen blad voor de mond als hij het heeft over de wijze waarop veel moeders opereren. Die gaat behoorlijk tekeer. En hij heeft het dan met name over moeders van negroïde afkomst. Omdat hij dat nu een keer het belangrijkste vindt. En ik ken geen negroïde moeders. Ik ken alleen maar blanke moeders. En ik vind dat net zo erg. Als dat hij dat vindt. Van zijn, ja, want hij is zelf een neger. Dus van de negermoeders. En wat ik heb gezien van blanke moeders, daar word ik niet blij van. In eerste instantie gaat het dan om de moeder van mijn eigen kind. En in tweede instantie en in derde instantie en in vierde instantie gaat het om andere moeders. In beginsel dacht ik van, nou ja, het is de moeder van mijn kind die niet helemaal lekker gaat. Maar iets overpeinzender dacht ik, nee. Die deed het ook. En die deed het ook. En die deed het ook. En die ook. Dat is best erg. En niet dat al die moeders hun kinderen kapot hebben gemaakt. Maar ze zijn er wel mee bezig. En lukt ze dat? Ja, nee, als het echt gelukt is, dan hebben ze dat kind kapot gemaakt. En is dat niet gelukt, dan hebben ze het wel geprobeerd. En waarom doe je dat? Het is je eigen vlees en bloed. En al was het dat niet, waarom doe je dat? Dat doe je toch ook niet met een kind van de buren? Ik zou graag willen weten hoe dit komt. Ik zou graag een antwoord willen hebben vanuit de vrouwen. Dat ze mij zeggen, ja, het komt daardoor. Ja. Ik vind het heel erg dat dit plaatsvindt.
De voorbeelden, die heb ik klaar liggen. Maar ja, elk voorbeeld om dat goed te bespreken. Dan ben je zo 5 minuten verder. En van één voorbeeld zeggen jullie, ja, dit is maar één voorbeeld. En dan denk ik, nou, dan vertel ik er nog één. Nou, dan ben je weer zoveel minuten verder. En, ja, dat zijn maar 2 voorbeelden. En dan kom je met nog één en nog één en nog één. En dan zeggen mensen, ja, nou, dit vind ik geen leuke uitzending, hoor. Ik ga nu wat anders doen. Misschien moet je er zelf eens op gaan letten. Een kind moet je vooral met rust laten. Een kind moet je de ruimte geven. En wat ik zie aan moeders is dat ze die kinderen niet met rust laten. Ze bemoeien zich overal mee. En ze geven die kinderen niet de ruimte. Mama, mag ik dit? Nee, dat mag niet. En zo'n kind, en dat wilde graag, dat was na de scheiding. En het kind wilde graag spelen bij mijn kind. Dat mocht niet van die moeder. Want ze moest naar huis om piano te oefenen. Het is te gek voor woorden. En ik hoor jullie nu al denken, vooral vrouwen. Die dan, ja nou, maar het is best belangrijk hoor, dat je als ouder de muzikale ontwikkeling van je kind stimuleert. Ja, ja. Het ging dan altijd om een dinsdagmiddag. En die kinderen hadden dan van 9:15 tot 3:00 op school doorgebracht. Dus dat is 9:15. Dat is 6:15. Stonden ze al niks anders te doen dan precies te doen wat de juffrouw zegt. En dan zijn ze klaar met school en dan mogen ze precies gaan doen wat mama zegt. Waar zijn moeders mee bezig? Ik heb best goed leren gitaar spelen bijvoorbeeld. Mijn ouders hebben nooit tegen mij gezegd, ga eens oefenen. Dat deed ik zelf. En toen ik 19 zou worden en dan naar het... ik ben naar de landbouwhogeschool gegaan. Maar mijn gitaarleraar die heeft mijn vader toen gebeld. En gezegd van, nou, doch, spreek met... Willy Blekers, zo heet hij, dat weet ik nog. En ik wil even zeggen dat Perry die kan naar het conservatorium als hij wil. Dan moet hij deze zomer nog even goed gaan oefenen. Maar dan kan die. Toen heeft mijn vader tegen die leraar gezegd. Nou, daar heeft hij geen zin in. Dat doet het toch niet. Mijn vader had er gelijk in, hoor. Maar ik had het wel graag zelf willen vertellen. Ik had graag die man nog even gesproken. Dat was een hele aardige leraar. Een minpuntje van mijn vader. Niet alles gaat goed in de opvoeding. Het was ook maar een klein dingetje, want mijn vader had gelijk. Ik kom ermee om. Ik ben nooit onder druk gezet om gitaar te gaan spelen. Dat deed ik vanuit mezelf. En ik werd zo goed dat ik naar het conservatorium had gekund. Maar ja, wat had ik daar te zoeken? Toch? Ik ben lekker naar Wageningen gegaan. Of.
En die moeder dan dat kind niet laten spelen bij mijn kind. Want het moet piano gaan oefenen. Kindermishandeling is dat. En dan kan je zeggen, ah, maar ja, dit is maar een milde vorm van kindermishandeling. Het is kindermishandeling. Je hoort dat helemaal niet te doen. Je mag je kind stimuleren. Je mag het kind aanmoedigen. Je mag, dat mag. Yo, mijn kind heeft best aardig keyboard leren spelen. Heb ik haar ooit gedwongen of zo? Nee. Ik heb er wel voor gezorgd dat ze een keyboard kreeg. En dan ging ze lekker, was helemaal verbaasd. Hij zei, ja, dan kan je op internet, heb je van die hele handige YouTube-sites. Had ze zo'n iPad van mij gekregen. En krijg je al mijn instructies. En nou, kon ze allemaal liedjes naspelen van de, noem het maar, de radio. Ik vond het best knap van haar. Het enige wat ik gedaan heb is haar complimentjes geven als ze wat kon. Ik zei, jeetje, wat goed. Nou, dat vond ze natuurlijk leuk. En ervoor gezorgd dat ze een keyboard had. Dat kostte helemaal niet veel. Dat keyboard hebben we via Marktplaats gekocht voor €20. En met z'n tweeën met de bus naar Arnhem-Zuid. Ik kan het me nog herinneren dat we hoe die flat eruit zag van die man. Dat we even moesten zoeken. Dat was wel een aardige vent. Met het keyboard in de bus. Ik heb het keyboard laatst verkocht. Voor €5 of zo. De voeding was pleiten. Ja. Maar toch nog €5. Zonder dat die voeding zoek was. Die dingen zijn best duur. En mijn dochter speelde er al heel lang niet meer op. Dat heeft ze een tijdje gedaan. En ja. Ach, kinderen worden ouder. En dan krijgen ze andere interesses. En ze ging ook klagen dat dat ding niet aanslaggevoelig was. Ja, dat was ik maar een oefendingetje. Ik heb zoveel plezier gehad, hè, in het opvoeden van mijn kind. Nou, je moet dingen in de gaten houden, dat ze niet al te domme dingen doet. En voor de rest is het alleen maar een kwestie van stimuleren. En als er een keer wat tegen zit of zo, of dat je dan een beetje troost biedt. Had ze een onvoldoende op school en dan zei ik wel gemeen tegen haar van wat ontzettend vervelend voor je. Ik heb nooit tegen haar gezegd van als ze een onvoldoende had van nou zeg dat je maar beter moet leren. Stel ik voor dat je vanavond mag je niet op internet zitten, ook niet, en dan ga je vanavond maar leren. Nooit, hè. Ik begrijp die mentaliteit van ouders niet. Want dat zie ik de ouders doen, hè. Niet alleen moeders, sorry. Ouders doen dat. Vaders ook. Ik niet. Nooit gedaan. En waarom zou je dat doen, hè? Heb je dan, ben je bang als ouder? Zo. Waarvoor dan? Dat je kind opgroeit voor gallig en rat? Denk je dat je dat beter maakt door het in de rondte te gaan lopen commanderen? Denk dan nog eens.
Het enige wat je daarmee creëert is dat je je kind van je afstoot. En de moeder van mijn kind, die was er een kampioen in. Hoor. En vreemd genoeg is de relatie tussen mijn kind en de moeder is altijd twee handen op één buik geweest. Heb ik niet goed begrepen. Hoor. Tot op de dag van vandaag niet. Is dat iets van vrouwen onder elkaar of zo? Tja, als je een idee hebt, je mag bij deze video een reactie eronder schrijven, hoor. Misschien dat jij me op een tip, op een idee kan brengen. Ja? Een tip kan geven. Maar die moeders, nee, ik vind het heel erg. Momenteel is het zo dat onder de blanke vrouwen is het aantal kinderen per vrouw, dat schommelt, het daalt trouwens al de hele tijd. Het zit rond de 1,5. Dat is te weinig om het ras in stand te houden. Maar die moeders die ik heb bezig gezien, dan denk je, wauw. Misschien moet het maar over zijn. En moeten we de kindermishandeling maar overlaten aan de negers? Die onder leiding van Jesse Lee Peterson misschien nog het juiste pad gaan kiezen. En berouw gaan tonen. Ik weet het niet. Ik ben er somber over gestemd. En de gevolgen zijn er ook naar. Mijn kind is... Die had klachten van depressiviteit toen ze 12 was. 12, 13. Ik denk, het zal toch niet waar zijn. En ik naar een orthopedagoog toegestapt. Via de huisarts. En die orthopedagoog, die heeft alleen mij gesproken hoor, niet het kind. Ik zei ook, dat wil ik niet. Kind heeft al zoveel op het bordje. Nee. Die orthopedagoog die vroeg mij, noem voorbeelden. Je komt hier niet voor niks. Waarom? Wat heb je meegemaakt? En dan geen visies en diepere beschouwingen of zo. Vertel me gewoon wat je hebt meegemaakt. Nou, heb ik hem 3, 4, 5, 6 dingen verteld. En toen zei hij, heb je nog meer te vertellen? Ik zei, nou, dit waren de belangrijkste dingen. Nou, zei hij, die depressiviteit van je dochter, die is reëel. Nou, zowel de dingen die ik vertelde over wat ik gezien had aan mijn dochter, het gedrag, als de dingen die er gebeurd waren, want daar vroeg hij ook naar. Vertel eens wat over die jeugd. Hoe ging dat? Nou, dit is gebeurd, dat is gebeurd. En dat was die moeder, hè? Die moeder die bezig was. En die orthopedagoog die zei tegen mij van... wat verschrikkelijk voor je. En vertel dit niet aan de overheid. Ga niet naar jeugdzorg, want... die staan aan haar kant... En dan raak jij je kind helemaal kwijt. Ja, zo hebben jullie het voor elkaar, moeders. En de moeder van mijn kind is de enige niet. Ze
Zelfs mijn eigen moeder heeft een discutabele rol gespeeld in dit geheel. En mijn schoonmoeder ook. Dat verdient geen schoonheidsprijs. Mij bekruipt het gevoel dat alleen mannen geven om familieverbanden en het welzijn van alle familieleden. Dat is een persoonlijk gevoel wat ik heb vanuit mijn positie. Kijkende naar degene bij mij in de buurt die in die familieverbanden, kennissenverbanden en zo zitten. Dat ik denk, alleen die mannen geven daarom. En die vrouwen die zijn volslagen op zichzelf gericht. En doe maar wat. Die doen maar iets wat ze zin in hebben. Maar voor de rest kan het ze helemaal geen donder schelen. Het is bitter, maar waar. Het gezichtspunt van mij dus. Hè. Ik mag maar hopen en bidden dat het... Nee, ik weet ook wel zeker. Ik weet dat er moeders zijn die zich helemaal niet herkennen in dit soort dingen. Zeggen we, nee, maar ik ga helemaal niet zo met mijn kind doen. Mijn kind gaat echt... Het belang van mijn kind gaat boven dat van mij. En mijn kind mag piano spelen als hij dat wil. Net als bij Perry met zijn kind. Want mijn kind geen piano wil spelen, nou, dat hoeft er van mij niet. Ik weet dat soort moeders er zijn, hoor. Ik weet nog een keer, ik was met een vriendje wezen vissen. We moesten een heel eind naar huis fietsen. En toen waren we op een bouwterrein beland. We verveelden ons en waren van de fiets afgestapt. En daar zijn wij... In een soort van moeras of zo gelopen. Een vies dat we waren, joh. Oh, oh, oh. Echt tot aan onze borstkas zaten we onder de modder en prut. Maar erin, ja, een lang verhaal, doet het niet. Hoor. We hadden het niet met opzet gedaan, het was een ongelukje. En toen waren we bijna thuis en mijn vriendje zou naar rechts gaan en ik moest nog een eindje doorfietsen. En vlak voordat mijn vriendje naar rechts ging, zei hij tegen mij, ik ben blij dat ik jouw moeder niet heb. Dan hoorde ik ook later dat toen dat vriendje dus thuis had aangebeld of whatever, dat zijn moeder hem had gezien en die had gelijk gezegd, wat is er gebeurd? Hij had gezegd, ja, ik heb met mijn Perry, lala, ongelukje. En als zijn moeder zei, oh jongen, nou snel naar de badkamer. En al je vieze kleren uit en ga maar warm worden in bad. En toen mijn moeder mij zag, we woonden op een galerijflat, mijn moeder kwaad, jongen. Jij ook altijd, dat heb je nou weer uitgespookt. Toen moest ik me uitkleden. Ja, de buurmeisjes en iedereen natuurlijk, die kwam met dat geschreeuw van mijn moeder af. Met een overstaan van de andere galerijkinderen moest ik me helemaal uitkleden. En toen pas mocht ik naar binnen. Want anders zou het huis vies kunnen worden van de modder van mijn kleren, snap je? Mijn moeder was niet aardig. En misschien dat ik daarom wel zo'n slechte moeder heb getroffen. Maar ja, dat verklaart dan niet waarom die andere moeders in de buurt ook zo zijn. Of zo waren. Ja, zo zijn eigenlijk. Ja, het is bitter voor mij. En voor jullie ook. Het is bitter voor ons allemaal.
En niet goed voor het voortbestaan van ons ras. Niet goed voor het voortbestaan van de West-Europese mens. De West-Europese mens die, ja, van alle rassen zo verbazingwekkend veel gepresteerd heeft. Denk aan Bach en Beethoven. En Debussy, en Satie. En Leibniz. Isaac Newton. Immanuel Kant. Abraham Lincoln. Oh, dat was Amerikaan. Ja, dat heet ook West-Europees. Caucasisch. We hebben veel goeds gebracht op deze wereld. En helaas, die Babyloniërs onder ons en die Babylonische meelopers, die hebben een hele hoop verprutst. Daar heeft niet alleen het blanke ras zich schuldig aan gemaakt. En als het gaat om geniale dingen, geweldig mooie dingen. Ja, heel veel dingen zijn toch van de Caucasiërs, hoor. De computertechnologie bijvoorbeeld. Een blanke uitvinding. En waar zijn we nu, hè? Ik ken een jongen, dat is een vriendje van mijn kind. Een jeugdvriendje, dus niks, geen verliefdheid of zo. Maar gewoon een jeugdvriendje. En die is inmiddels dan ook al 19. Maar toen hij nog bij zijn moeder woonde, toen mocht hij mondjesmaat naar zijn vader toe. Die moeder had zijn vader de deur uitgezet, het bekende verhaal. Hij miste zijn vader verschrikkelijk. En zijn vader was misschien wel speciaal voor hem, maar in elk geval was zijn vader niet ver weg gaan wonen. En die had altijd tijd voor zijn zoon. Maar zijn zoon mocht niet naar die vader toe. Dat vond die zoon heel erg. Ja, hij mocht wel eens, maar dat was dan eventjes en dan moest hij daarna weer snel naar huis. Gemeen, hè, van die moeder. En dat was zelf helemaal, ze deed helemaal niet lief tegen die jongen. Ze sloeg hem ook. En je denkt aan die verhalen over die verschrikkelijke moeders, dat was alleen in de tijd van, wat was het? Siska de Rat of zo. Dat is niet zo. Ik ken ook het verhaal van een meisje. Dat was de leeftijd van mijn kind. Dat meisje ken ik vanaf dat ze 4 was. En die kwam wel bij ons spelen. En dan was ik thuis met die kinderen. Dat was best wel leuk. Een lief meisje, joh. Heel oplettend. Wat een schatje. Heel meegaand. En als ik dan tegen haar zei om 4:30 of zo. Dan, dan keek ik op de klok. Ik zei, zo dadelijk komt mama. Zo dadelijk komt je moeder. Zo dadelijk komt je moeder. Zou je vast je jas willen gaan pakken? En waar staan je schoenen? Weet je dat nog? En zei ze, oh ja, dat is goed. Dan ging ze gelijk naar de plek waar de jassen hingen. En ging ze de schoenen pakken. Schoenen aantrekken, jasje aan. En dan belde de moeder aan. En zei, oh, daar is mama. Dan kon ze gelijk mee met de moeder. Een heel lief kind. En alert, dat vind ik wel fijn. Je hebt ook van die kinderen, daar zeg je dan dingen tegen. En
Dat ene oor in en het andere oor uit. Hè. En, als het belangrijk is, dan wordt het nog wel een keer gezegd. Nou, daar had zij geen last van. Als je tegen haar wat zei, dan deed ze dat gelijk. Echt prettig. En een keer was ik met een hele groep, waren we uit eten. Mensen van de buurt, allemaal ouders. Hè. Met de kinderen erbij. En die vader die zat naast mij aan een lange tafel. En ik zei tegen die man van, goh, wat een leuk en lief kind hebben jullie, zeg. Het was me opgevallen. Want er waren ook andere kinderen die bij ons kwamen spelen. En... Maar zij was echt een schatje. En ik keek me zo aan. Bijna beledigd. En zei, heb je niet in de gaten dat hij achterlijk is? Ik had het idee dat ik mijn excuses aan moest bieden. Dat meisje is helemaal niet achterlijk. Ik bedoel, niet iedereen is raketspecialist. Of zou dat kunnen worden? En nee, dat was mij niet opgevallen. Dat ze achterlijk was. En later hoorde ik dat die moeder dus... Ja, die is met het kind van de ene therapeut naar de andere therapeut getrokken. En het leverde allemaal geen zak op. Nou, ze had misschien niet zo'n hoge CITO-score. Dat neem ik aan. Maar ik heb dat kamertje ook gezien van dat kind. Hè? Dat kinderkamertje. Wat een saai kinderkamertje, zeg. Ik vond het geen omgeving voor een kind. En later hoorde ik van de moeder van mijn kind dat stel, die twee ouders van haar, dat die elke dag slaande ruzie hadden. En denk, oh. Dat doe je toch niet? Je gaat toch geen ruzie maken in huis met je kind? Dat doe je toch niet? Wat is dat nou? En waar konden die ruzies nou over gaan? Die man die had een baan en die verdiende geld. Dus er kunnen geen geldproblemen. En die vrouw dan, dat zal wel aan die vrouw gaan. Dat neem ik aan hoor. Die ruzies komen bij haar weg. Want die man zegt dat is een goed zak. Die doet geen vlieg kwaad. En zij was ontevreden, dat weet ik. Ze was jaloers op het feit dat een man wel een baan had en zij niet. Tje. Rara, hoe komt dat? En zo'n leuke baan of een fantastische baan, ja, wat was dat nou? Die man die was beland als automatiseringsdingesverzorger. Voor de asielzoekerscentra toestand. Heet dat? COA of zo. Centraal orgaan asielzoekerscentra. En ze kon een beetje omgaan met Windows en Citrix. Ja. Maar reuze... Ik hou er niet zo van het Windows. Maar hij kon het dan weer installeren. Onderhouden. Ja, zij niet. Maar ze kon er wel over zeuren dat zij geen baan had. En dan is het goed als elke dag slaande ruzie. En het probleem neerleggen bij dat kind, want het kind zou dan achterlijk zijn. Nee. Zielig vond ik dat. Heel zielig.
En de voorbeelden, oh, 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 oh. Ja, ik moet ze vertellen, want anders weten jullie niet waar het om gaat. Hè. Het is bijvoorbeeld niet goed dat een kind opgroeit zonder een vader. En dat heb ik veel gezien hoor. Veel moeders die in hun eentje ervoor stonden. En dan de omgeving zo van, nou, het is wel knap hoor van zo'n vrouw dat ze het in haar eentje helemaal voor elkaar bokst. Nou, ze bokst het helemaal niks in haar eentje voor elkaar, want ze kan die vaderrol niet invullen. En als zo'n alleenstaande moeder in de steek gelaten is door die man, ja, dan heeft ze zich zwanger laten maken door de verkeerde. Dat is haar schuld. Tenzij ze verkracht is, maar... Dan kan ze er niks aan doen, maar meestal is er geen sprake van verkrachting, maar is er sprake van... Nou, dat kan je zelf wel verzinnen. Een leuke avond met iets te veel drank misschien. En dan ben je zwanger van een man en die laat je in de steek. Ja. Jouw schuld. En de meeste gevallen van die vrouwen die alleenstaand zijn, ja, dat zijn vrouwen. En die hebben hun man de deur uitgetrapt. Nou, dan is het zeer zeker de schuld van de moeder dat die moeder alleen staat. En het kind is daar de dupe van, want die heeft geen vader en die heeft die vader wel nodig. En dat hiaat kan jij als moeder niet opvullen. Je kan iets doen aan schadebeperking, maar de schade is er. En het is jouw schuld. Besef dat goed. En het kind, dat is niet jouw kind. Het is jouw kind voor zover je er verantwoordelijk voor bent. Dus in de verantwoordelijkheidszin moet je zeggen, dit is mijn kind, want ik ben daar verantwoordelijk voor. Maar het is niet van jou in die zin, hè, dat dit is van mij. Het is van jou in zoverre jij daarvoor verantwoordelijk bent. Jij moet zorgen voor dat kind en niet de buurman. Want het is jouw kind. Snap je? En de hartsvriendin van mijn dochter, haar moeder, dat is ook een alleenstaande moeder, die heeft die man de deur uitgejoeperd. Traumatisch. En die vader is waarschijnlijk met een kwaaie kop, neem ik aan. Maar die is een heel nieuw bestaan begonnen op de Antillen. En dat kind is echt de vader helemaal kwijt. Maar dat was anders misschien ook al geweest hoor. Ik ken die man helemaal niet. Erg hè? En zijn dochter ken ik dan wel. En toen was die scheiding uitgesproken voor mij en die moeder van mijn kind. En ik zit dan hier op de flatje. En ik haalde mijn dochter op maandag en dinsdag van school. En zij moest dan ook nog werken. En dan ging dat kind maar naar de buitenschoolse opvang. Dat is ook zo zielig. Door mijn volle nicht, Sanne, die heeft dat ook hoor. Ja, maar die moet wel werken. En de man werkt ook, maar die verdient niet genoeg. Zo. Anders hadden ze al lang kunnen verhuizen. En haar kind vindt het wel leuk op de BSO, de buitenschoolse opvang. Nou, de hartsvriendin van mijn dochter denk ik ook wel. Maar die kon niet elke dag naar de BSO. En die moeder had daar geen geld voor. En de vraag was dan of ik dat kind op maandag mee wilde nemen. Van school, als ik mijn dochter zou halen. En dat ze bij ons mee zou eten. Nou, dat vond ik goed. Dus dat heb ik 1,5 jaar lang gedaan.
En dan kwam die moeder telkens om 7:15, 7:30 s'avonds, kwam ze dat kindje ophalen. En geen één keer heeft ze dankjewel gezegd tegen mij. Helemaal niet. Terwijl ik toch alles bij elkaar, 40, 50, 60 keer, heb ik haar kind meegenomen naar mijn huis. En mijn dochter kreeg een glaasje mango sap en haar kind ook. En mijn dochter kreeg een tosti. En vaak hadden de kinderen honger hè, als ze van school kwamen. Maar dan haar kind ook. Nou, bij avondeten. Haar kind krijgt ook avondeten. En mijn kind krijgt een toetje, want ik hoef geen toetje. Maar voor mijn kind haal ik wel een toetje. Maar dan is er voor haar kind ook een toetje. Dan geef ik toch op zo'n maandag dat dat kind bij mij is. 4-5 euro extra uit in de supermarkt. Nou, en dat keer 40 à 50 keer, dan praat je toch over 200 euro minimaal. Het gaat om zoveel geld, hè, over de langere termijn, dat het een financiële vergoeding niet meer dan redelijk is. En een dankjewel, dat is het allerminste. En zelfs een dankjewel komt er niet. Erg hoor, die moeders. Moeders die maar wat doen. Ik heb ook zo'n moeder, die heb ik hier een tijdje in huis gehad. En die dreigde op straat te komen staan met haar kind. Ja, dat is zo'n verhaal, een ingewikkeld verhaal. Ik dacht dat het ging om een ongelukje. Later werd het me duidelijk dat zij het ernaar gemaakt had. En dat ze dacht, nou ja, dan kom ik maar op straat te staan. Dan is er vast wel een of andere man die me opvangt. En dat was dan in dit geval, was ik dat. Maar niet de enige hoor, ze had nog veel meer. Ze liep geen enkel risico. Maar hoe die met dat kind omging, jeetje. Schandalig. Een ruzie maken hè, met het kind. Schelden. Het kind was 4. Een scheldpartij, jongen. Dat ik denk, wat krijgen we nou? Ik was aan het afwassen of zo. Dus ik loop op die herrie af. Hè. En die moeder die zonder helemaal uit de platen gaan. En het kindje was helemaal achteruit gedeinsd. En keek met grote ogen naar zijn moeder. Moeder? Nou ja. Loeder, kan je wel zeggen. Jeugdzorg heeft ingegrepen. Ik heb nog geprobeerd om dat te voorkomen. Om dat kind onder te brengen bij een van de familieleden. Jeugdzorg is in dit soort situaties je vriendje niet. Je zit helemaal strak in de regels. Hey, die kunnen niet veel doen voor zo'n kind. Dan standaard maatregelen treffen en ja. Dat kind is nu geplaatst op een, noem het maar een geheime locatie. Jeugdzorg weet waar die zit, maar ik mag het niet weten. Waarom weet ik ook niet, maar ik mag het niet weten. Bitter. Je zou moeten zeggen, ja Perry, wat trek je hier toch al die dingen aan? Het is toch andermans kind? Dan denk ik, ja, dat kan ik niet helemaal. Ik kan dat niet zomaar van me afzetten omdat het andermans kind is. Hè? Het blijft voor mij een kind van God. Die in een, ja, die hulpeloos is in een hopeloze situatie. En niet de tijd en de aandacht en de warmte en de huppeltje-pup krijgt die het nodig heeft. Zo'n kind ontaardt. Dat gaat niet goud, zo zeggen de Groningers. It ain't no good, zeggen de Amerikanen. It ain't going no good,
En dan mag je hopen dat het alleen in mijn omgeving zo is. Dan mag je hopen. Ik ben bang van niet, hoor. Ik heb daar te veel voorbeelden van gezien. Nou, zelfs op een afstandje. Mensen die niet eens bij mij in de buurt zaten of zo. Dat ik het alleen op afstand al zie. Ik word er ook helemaal allergisch voor. Ik zag laatst een stel door de winkelstraat lopen. En die moeder, die liep achter de kinderwagen. En die was helemaal bezig met het kindje in die kinderwagen. Dus terwijl ze liep, zat ze tegen dat kindje rare gezichten te trekken. En weet ik wel wat ze allemaal deden. Zogenaamd een heel gesprek, wat alleen maar bestond uit het uitstoten van klanken en rare grimassen trekken. En ik liep er voorbij en ik draaide me even om. En ik zag dat in die kinderwagen, daar lag een baby van 6 maanden, 7 maanden of zo. En die keek stom verbaasd naar dat rare hoofd van dat wat zich zijn moeder noemde. Kijk, dat soort dingen moet je niet doen, hè, met een baby. Dat moet je ook niet doen met een volwassene. Maar een baby die denkt nog van, ja. Maar dat moet je niet doen. En als die moeder zo al bezig is, op zo'n jonge leeftijd, wat moet het dan wel niet als dat kindje straks kan lopen? Het is aandachttrekkerij. En aan de aandacht trekken van dat kind. Dat moet je niet doen. Die kinderen met rust laten. Ja, misschien moet je meisjes wel verbieden om met poppen te spelen. Want ze krijgen daar een hele verkeerde houding van. Naar baby's toe. En dan gaan ze met baby's om zoals ze met een pop omgaan. En die pop is van mij. En de pop moet dit doen, en dan moet de pop dat doen, en dan moet de pop zus doen, en dit is mijn pop. En dat gedrag gaan ze dan doorzetten als het gaat niet langer om een stuk speelgoed, maar om een levend mens. Dan gaan ze daar nog steeds zo mee om. Dat moet niet. Ik vind dat niet goed. Ik vind dat niet goed. Dat komt omdat het niet goed is. Want kinderen moet je met rust laten en de ruimte geven. En die moeder in kwestie die door de winkelstraat liep, die moet zich niet concentreren op dat kind. Want het kind ligt op zijn rug. En ja, en waar kijkt het naar? Nou, naar genoeg dingen, hoor. Er is genoeg te zien voor een baby. En het hoort ook van alles. En het schommelt een beetje van links naar rechts. En die moeder moet zich concentreren op die man die naast haar loopt. Daar moet ze met haar hoofd zijn. En als dat kind om aandacht vraagt, dan is er wat anders. Maar niet al je aandacht stoppen in dat kind, dat is de bedoeling niet. Je verstoort de waarneming van dat kind. En dat is schandalig. Het is schandalig. En het gaat dan van die simpele dingen, hè? De moeder van mijn kind, die speelde de godganse tijd de baas over dat kind. En liet dat niet met rust. Hè? En
Nou, als ik dan was vroeger met speelgoed of zo, dan had ik voor Sinterklaas had ik iets nieuws gekregen. Nou, 's morgens om 7:30 dan was ik alweer helemaal wakker. En dan, huppakee, dan ging ik met mijn racebaan of mijn trein of mijn wat dan ook. Dan ging ik aan de slag met het speelgoed. Ik liet dat speelgoed niet met rust. Dus mijn moeder moest roepen van, Perry, ontbijten. Ik zeg, ja, kom zo. Nee, nu, want ik heb je al een keer geroepen. We gaan nu ontbijten. Oké. Dan was het ontbijt op en dan heb ik één naar boven. We verder spelen met mijn speelgoed. Maar dat is speelgoed. Een kind moet je dat niet meer doen. En dat gebeurt wel. En dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk voor het kind en het is verschrikkelijk voor ons als samenleving dat moeders zo zijn. En dan staat dit dan helemaal in het kader van de moeders die zo zijn. En dan kan je zeggen, ja, maar hoe zit het dan met de vaders? Heb je daar dan niks van meegemaakt? Ja, daar heb ik ook het een en ander mee meegemaakt. Maar daar heb ik het nu niet over. Want anders snappen jullie het niet. Dit gaat daadwerkelijk om de moeders. En die hebben niet die gekke dingen gedaan omdat die vaders zo maf deden. Nee hoor. Dit gaat om moeders die maf deden. En inderdaad heb ik een enkele vader. Maar er was een enkele vader. Eigenlijk maar één, moet ik zeggen. Eén vader heb ik dingen zien doen wat ik dacht, maar wat ben jij een eikel? Eén. En moeders? 10 of zo? Dus de verhouding in mijn. In mijn omgeving. Hè? Die lag niet. Die lag scheef ten ongunste van de moeders. Hoppakee. Doe het er maar mee. Snap je? Het is niet oké. En ik ben daar. Ja, toen mijn dochter een vriendje kreeg, toen was ze 15 of zo, denk ik. 14, 15 of zo. Kreeg ze de eerste vriendje, een hele leuke gozer. Jammer dat het uit is. Dat zag ik helemaal zitten. En toen had ik, door heel naïef van mij gedacht, toen dacht ik van oké, ik ben klaar als vader. Nou, dan was ik dat ook. Want als een meisje een vriendje krijgt en alles, ja, dan ben je als vader buiten beeld. Hè. Ik hoef dan niet meer voor haar op te komen. Zeg maar. Daarvoor heb ik dat wel moeten doen, want dat was best zielig. Hoe die moeder maar tekeer bleef gaan en het kind maar bleef onderdrukken. En dan had ze dat vriendje en er viel als het ware een last van mijn schouders. En toen ben ik in een soort van depressie gestort. Net als iemand die op vakantie gaat, die heeft een hele drukke baan, heel veel stress. En dan de eerste vakantiedag, dan zijn al die stresstoestanden van je af. En gelijk word je ziek. Hè? Dat is zoiets had ik dan. Hè? En dan depri. En ik was boos. En ik was gefrustreerd. Ik wilde mijn frustratie, mijn boosheid, mijn verdriet niet langer onderdrukken. En ik zette het op een suipen. Met een S van suipen. Het was suipen of versuipen. En dan in april van dit jaar, het is nu juli, ja. Juli 2019. Iets van 4 maanden geleden ongeveer. Toen was het over voor mij. Toen denk ik, oké, het is over voor jou. Ja.
Toen ben ik gestopt met drinken. En met blowen ook trouwens. Drinken en blowen, dat zijn wel mijn favoriete drugs hoor. Als, ja, dus speed vind ik ook wel lekker, maar mwah. Cocaïne zegt me helemaal niks. Staat me ook niet aan. Het heeft een, cocaïne heeft zo'n aureool of geurtje van deftigheid of exquise of zo. Nou, dat denk ik, nee man. Speed vind ik dan nog wel leuk. Misschien dat ik dat ooit weer eens ga gebruiken. Ooit. Voorlopig niet hoor. Don't you worry. En ben ik dus aan de alcohol en aan de wiet gegaan. En daar ben ik dus dit jaar mee gestopt. Kabam. Dan heb ik mijn moeder gebeld. En tegen haar gezegd van... ik ben niet meer boos op je. En ik was het wel. En uitgelegd waarom. Je kleindochter is verwaarloosd en mishandeld. Door je schoondochter. Jij wist het. En je hebt er niets van gezegd. En mijn moeder zo, ja, maar hoe had ik dat dan moeten weten? Want ik wist het niet. En de grap is, ik heb een boekje geschreven. Dus na de scheiding heb ik dat boekje geschreven. Daar staat het allemaal in, hè? En Wim Kruidertuin, mijn vriend, die heeft heel leuk, heeft het boekje, ja, als het ware, ja, gebonden. Dat hebben we gedaan. Hij heeft het ingebonden. Dat is heel erg aardig van hem. En dat heb ik op een verjaardag van mij, heb ik dat uitgedeeld. En haar ook een exemplaar gegeven. En tegen haar gezegd, je hebt dat boekje toch gekregen? Ja, zei ze, dat is waar. Maar ik vond dat boekje helemaal niet leuk om te lezen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar ze wist het dus wel. Toen dacht ik van, ja mam, ik spreek je ergens op aan en dan kom je aankakken met een smoes die nergens op slaat. Maar ik ben niet meer boos op haar. Maar ik zie wel dat wangedrag van vrouwen. Mijn schoonmoeder precies hetzelfde hoor. Die weet het ook. En die bagatelliseert het ook. Net als mijn moeder. Ach ja, nee, maar... nou, ze bedoelt het goed hoor. Ze bedoelt het goed. Nee, ze bedoelt het helemaal niet goed. Ze bedoelt het slecht. En ik weet niet wat het is onder vrouwen. Dat ze dat niet onder ogen kunnen zien. Is dat het? Of is het zo dat ze het niet onder ogen willen zien? Omdat ze anders moeten toegeven dat hun zelfbeeld niet zo correct was. Dat dat te positief was. En dan het zelfbeeld van de vrouwen in algemeenheid. Hè? Is het dat? Ik denk het. En dat maakt het kwalijk hoor, voor de vrouwen in het algemeen. Dan heb ik het niet tegen vrouwen die niet zo doen. Maar ook die vrouwen kunnen zich, ja, zorgen maken over hun zusters die dat soort dingen wel uitvreten. Alleenstaande moeders bijvoorbeeld. Allemaal. Alle alleenstaande moeders hebben iets niet goed gedaan. Ja. Nou, met deze woorden wil ik afscheid nemen. Deze uitzending over moeders die hun kinderen kapot maken.
naar aanleiding van die uitzending die Jesse Lee Peterson heeft gemaakt. Jesse Lee Peterson staat onder deze video in de linkjes. Kijk er eens even naar die man. Die doet ook zijn best. Oh, nou, hij is best beroemd. Dat kan ik niet zeggen. Alhoewel, ik heb 53 abonnees. Dat is toch niet dom? En op zijn hamburgers, zaak hier tjus. En dag lieverds.